Ja, en ex-president Ronald Venetiaan viert vandaag in alle rust zijn 84ste geboortedag. Venetiaan is jarig te midden van COVID-19-crisis en net na de verkiezingen. Ten aanzien van de verkiezingen zegt hij God dankbaar te zijn dat Suriname nu een nieuw tijdperk ingaat voor wat betreft het bestuur van het land. Hem gesmeekt hebben dat hij ons de wijsheid zal schenken. En wanneer ik zeg ons, dan bedoel ik natuurlijk persoonlijk, ondergetekende, maar vooral het volk van Suriname de wijsheid zal schenken. Nietwaar, om deze nieuwe kans aan te grijpen en vooruit te werken, naar positief te werken, naar opbouw te werken onder de nieuwe leiding die door de verkiezing beschikbaar is. Om ons te voeren naar betere tijden dan we nu hebben. Want we hebben geen geweldige tijden mogen afsluiten onder het vorige regime. Wat het draagvlak is in het gehele volk, nietwaar, dan is het zo dat het er niet slecht uitziet voor de Nationale Partij Suriname. We hebben het kiesstelsel dat Paramaribo maakt dat een zwaar district, om kiesdistrict. Om zetels te veroveren. En dus daardoor zijn we als partij op 3 zetels blijven steken. U weet dat we veel meer stemmen achter ons hebben dan bijvoorbeeld de ABOP. En terwijl de ABOP dus een paar malen meer zetels heeft, bijna 3 maal meer kun je zeggen, dan de Nationale Partij Suriname. Maar ik denk voor mezelf, en ik begrijp ook dat de NPS dat zo ziet, dat dit resultaat geen neerslag mag zijn en dat van hieruit er stevig verder gewerkt kan worden om nog een resultaat met meer zetels te veroveren de volgende keer. Ronald Venetiaan, erevoorzitter van de NPS, die aangeeft dat de partij voor een grotere zetelwinst gaat bij de volgende verkiezing. Hoewel de aankomende regeercoalitie zich erg stoort aan de last minute benoemingen en bevorderingen, zegt Venetiaan dat het technisch wel kan. Moreel, moet je nagaan of het behoorlijk is. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Het is natuurlijk altijd een probleem. Er zijn stukken die maandenlang soms in de administratie blijven hangen en dan toch spoedshalve dan worden voorgelegd aan de bevoegde instantie om die stukken te tekenen. En dan heb je natuurlijk een dilemma of je de betrokken persoon moet frustreren door de benoeming die al tijden geleden eigenlijk in orde is gekomen, maar niet geformaliseerd is om die benoeming niet te tekenen. Of dat je zegt van, oké, ik weet dat dit al maandenlang in de molen is. Dat het bij een bepaalde ambtenaar of bij een bepaald bureau langdurig is blijven hangen. Dus ik handel dat af. Men zal geval voor geval moeten nagaan hoe de zaak in elkaar zit, hoe de vork in de steel zit. Als u bijvoorbeeld een inschatting zou moeten maken, zou u zeggen dat ze een zware periode tegemoet gaan of zal het nog te doen zijn? Ten eerste is het duidelijk dat het beleid in de afgelopen periode dermate is geweest dat wij niet op de bodem zitten, maar lager dan de bodem zitten met onze financiën en met onze economie. Ja. Ja, iedereen weet dat. Ik bedoel, dat weten de mensen die aftreden, hè, dat er gewoon een ruïneuze toestand is. Dat weten de mensen die aantreden, dat weet het hele volk. Dat weten degenen die gestemd hebben op de NDP, dat weten degenen die gestemd hebben tegen de NDP. Dus de situatie is niet alleen niet rooskleurig, de situatie is zeer slecht. Maar als volk hebben we geen andere keuze dan die situatie tegemoet te treden. En dat geldt dan ook voor de nieuwe leiders.
en te zien dat wij gezamenlijk naar betere tijden gaan. De COVID-19-pandemie heeft ook haar weerslag op de jaardag van de ex-president. Hij heeft aan de hele familie gezegd dat ze thuis moeten blijven. Dit advies geeft hij ook aan de rest van de samenleving. Ga niet op pad zodat je besmet wordt, maar ga ook niet en ziek wordt. Maar ga ook niet op pad dat je besmet wordt en dat mensen bij jou komen en een besmetting meenemen. En naar hun huis en naar hun gezin brengen. Dat willen we zeker niet. Dus er is natuurlijk heel wat discussie en debat. En er wordt nagegaan waar er verbetering kan zijn in de maatregelen die getroffen worden. En ik neem aan, laat mij zeggen, ik hoop, maar meer dan hoop, ik neem aan dat het managementteam een open oor heeft voor al de geluiden. En dat men ook concreet nagaat waartoe de staat wel en niet in staat is gegeven de financiële mogelijkheden of onmogelijkheden van de staat. Want soms zijn er bepaalde zaken waarvan je zegt van luister mensen, en waarom moet dat per se zo? Maar in elk geval is het van het grootste belang dat er leiding gevolgd gegeven wordt en dat er ook leiding gevolgd wordt en dat de maatregelen in acht worden genomen. Al is Ronald Venetiaan die vandaag zijn 84ste geboortedag herdenkt.